eerlijk zijn tegen jezelf. Als je niet eerlijk bent tegen jezelf, kan je eerlijk zijn tegen anderen. En de eerlijkheid gebiedt mij wel te stellen, dat de opkomst teleurstellend is. Voor dit moment gaat vandaag de laatste dag zijn waarop we gaan protesteren. We gaan protesteren, we gaan onze boodschap afleveren. Maar wij houden niet op, we gaan wel een pauze inlassen. Ja, en wanneer het volk ready is om op te komen, dan kunt u een beroep doen op Organic Movement. En dan zullen we daar staan in die baken. Ja, wat menig een is snap, is dat we in feite niet hier hoefden te staan, maar we hebben een aantal dingen op het spel gezet. Het zijn onze baan, onze privéleven. U heeft gezien hoe er een karaktermoord is gedaan, hoe er een inbreuk is gepleegd op onze integriteit. Maar we hebben gezegd, we doen het voor Suriname. En het enige wat je dan verwacht is dat je die respons krijgt van degene die in feite het hart voelen. Maar als die respons uitblijft, dan moet je wel eerlijk zijn naar jezelf, in die spiegel kijken en zeggen, dit is niet wat ik had verwacht, maar ik heb het tenminste geprobeerd. Ja? Dus, dit gaat vooralsnog de laatste protestdag zijn van Organic Movement. Stop. Ja, stop. We vieren toch. We gaan stoppen, we vieren. We gaan door. We gaan door. Als je nu opgeeft, waarom ben je dan begonnen? Ja, toch. Toch? Ik zeg van dat we moeten onverkort gewoon verder gaan. Ook al het is de, net wat jullie zeggen, het is de volk. Jullie staan achter ons, wij staan ook achter jullie. Toch, maar jullie moeten gewoon onverkort verder gaan. Ook al is het dag, gaan we praten erover hoeveel dagen per week. Maar als dat je zegt dat je nu gaat stoppen. Mino de Vaas, stop. Mino, stop. Zijn jullie met me eens? Jullie mogen jezelf een big up geven, want jullie zijn wel hier toen het nodig was. Isabi toch, en jullie zijn er elke dag geweest. Maar we moeten wel even eerlijk kijken naar hoe het toe gaat. We zijn gekomen, we hebben nooit calamiteiten gehad. En daarvoor geef ik jullie ook een big up, ongeacht die frustratie die jullie hebben. De regering is nu zogenaamd aan het bewegen, dat is ook dankzij jullie, omdat jullie op straat zijn gekomen. Zijn er wat dingen in beweging? Dus jullie hebben geen enkele strijd verloren. Soms gaan dingen gewoon anders dan verwacht. Weet je maar, wanneer de president een uitlating doet, dat er maar... Dankjewel. Wanneer de president een uitlating doet, dat maar 10% op straat komt. En wij als volk hebben de mogelijkheid om het tegendeel te bewijzen. En daarna komt er maar 1% op straat. Dan moeten we niet boos worden op de regering. Dan moeten we niet boos worden op de regering. Dan moeten we onze eigen mensen erop aanspreken. We moeten eerlijk zijn. We moeten eerlijk zijn. We moeten niet constant schreeuwen, het is de regering. Als onze mensen die wij zelf oproepen, niet hier zijn. Begrijp je? En hoe minder mensen er zijn, hoe minder tijd die mensen voor ons gaan hebben. Zo werkt het gewoon. En hoe je het ook draait of keert, er is niet eens 1%. Er wordt zoveel geklaagd. Wanneer jullie ergens zijn, kijk hoeveel er wordt geklaagd. Maar jullie alleen zijn hier. Jullie hebben alle dagen die slag gegeten. Jullie hebben je busgeld betaald, je taxi, je benzine. Jullie hebben die slag gegeten. En al die mensen die jullie poweren, zijn niet hier. Dus we kunnen zeggen wat we willen over die regering. We kunnen gal spelen de hele dag. Maar zeg aan je eigen mensen ook laat in die spiegel kijken en vraag ze dan als ze een eerlijk antwoord kunnen geven als ze hier waren toen het nodig was. Want wij hebben die deur met z'n allen voor ze opengemaakt. We hebben die deur voor die mensen opengemaakt om die slag te eten. Maar als je weigert om door een deur heen te gaan, dan moet je ook eventjes erover na gaan denken toch? Nu of nooit, 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 nu of nooit. Amandi Pranabong, ooit als in een libiteng, ik denk ooit als Dondrabong. Maar Fabon Dape, at Naputa, de Fatnap Dape, ik attack in Osheng. Wasan mi wat ego no Organic Movement, otan blijven bestaan. A enige sasa utaki na de straataksies voor dit moment. We heffen op, omdat we gaan op een trastrategie. En wasan mi ebegi desma, nataki, trust the process. If you know, organic, organisch, etaki, zoek je even op alles maar op een mobiele telefoon.
trust the process. Hoe de bezig en hoe de matak alasandang aan Nyamobo. Maar hoe de bezig op de achtergrond al dagen. In een periode zijn hoe de bezig, hoe de rustig. En de sribu bij sribi. Hoe de bezig is zet uit strategie. Hoe de bezig is dusani. No lang is er naar mijn wang. Maar er naar mijn in diaspora ook toe. Hoe de bezig naar internationale organisaties. Hoe dan volg een movement. Hoe dan volg zijn gebeur. En trust the process. Als er nou een proces, lijkt van hoe leg hoe uitba, hoe takke moe herhaling. Hoe prana siri, we wat rabong, en abong o gro. Dat nou 100%. En lijkt van hoe betaki, als er nee kenki, hoe ap toesani zouwe sluit afdanga. Tewe do, we do pa kaba. En tewe gwa ondi, der kaiman. Pobre Eteri, no caimán.